Maar het is wel iets minder abstract dan het verhaal wat ik net vertelde. En dit verhaal gaat over een bankier. En in de tijd van de Boeddha had je, of in het oude India in het algemeen, had je wat we noemen bankiers of setis. Een seti, dat is, spel je zo. Een seti, dat betekent iemand die dus de financiën van het plaatselijke gewest of plaatselijke provincie, die daar verantwoordelijkheid voor droeg. En het was ook vaak degene die investeringen deed voor de koning, die zorgde voor de financiën. En vaak waren dit ook weldoeners, die dus vaak ja, de goede daden deden en in mensen hielpen. En in dit geval was deze CT, zijn naam is niet overgeleverd trouwens, dat zegt het verhaal niet hoe hij heette. Hij heet gewoon CT. Deze CT, die was heel erg verzot, heel erg geïnspireerd in de Boeddha Kassapa. De Boeddha Kassapa. Nu moeten we even weten dat in het boeddhisme zijn er altijd meerdere boeddha's, hè? Even voor de duidelijkheid, misschien is Luc een beetje verward, maar in het einde van de meditatie vertel ik altijd een kort verhaal. Dus dan weet je dat. Ja, maar dat is goed, dat doen we, doe maar. Ik kan mee luisteren, dus dat is voor Ja, mij. dat zeg ik maar even. Er zijn meerdere boeddha's in het boeddhisme. En het idee is dat er al heel veel boeddha's al zijn geweest. Traditioneel zeggen ze in Thailand dat er zoveel boeddha's zijn geweest als er zandkorrels zijn in de grote oceanen. Nou, als iemand mij eventjes kan vertellen hoeveel zandkorrels er in de oceanen zijn, dan houd ik me aanbevolen. Maar deze boeddha was een vorige boeddha. Een van de vorige Boeddha's voor de huidige Boeddha, die we de Boeddha Gautama noemen. De huidige Boeddha heette Gautama. Boeddha Gautama. Of Gotama, om precies te zijn. En de vorige Boeddha heette, een van de vorige Boeddha's, die heette Kassapa. Boeddha Kassapa. En deze Boeddha Kassapa, die had dus een seti die voor hem zorgde. En deze seti, die was zo door hem geïnspireerd dat hij een kuti of een soort van uitgebreide hut voor hem had gebouwd. Een uitgebreid gebouw. En dus in de christelijke traditie, als een monnik een plaats heeft waar hij verblijft, dan noemen ze dat een cel. In het gevangeniswezen heeft dat woord overgenomen, maar oorspronkelijk is het woord cel is een neutraal woord. En dat betekent gewoon de plaats waar een monnik of een geestelijke verblijft. Maar tegenwoordig associëren we het woord cel met gevangenissen en gebrek aan vrijheid. Wat heel typisch is voor deze tijd. Maar de traditie van boeddhisme gebruikt het woord kuti. En in dit geval dus was deze seti was dus een hele vriendelijke weldoener. Die dus ook dus zorgde voor deze boeddha. En op een dag was hij buiten de stadsmuur, en hij woonde net als de Boeddha in de stad. En buiten de stadsmuur zag hij iemand liggen in de ochtend. En toen was hij daar met zijn assistent aan het rondlopen, aan het rondwandelen. En toen zei hij tegen zijn assistent: Oh, er zal iemand te laat zijn teruggekomen gisteravond. En toen was de stadsmuur al gesloten, de stads. Poorten waren al gesloten en daardoor kon hij niet meer naar binnen. Het zal misschien een dronken man zijn of zo, een dronken lap of zoiets. Hij bedoelde het niet slecht, maar de man die daar sliep, die hoorde hem en die werd heel boos. Maar hij zei niks. En deze man, dat was een beetje een rover, een beetje een asociaal type. En deze man die begon vervolgens een wrok te koesteren of een wrok op te vatten. Een kwaadheid, een boosheid te ontwikkelen naar deze Kassapa Boeddha. Dus hij werd heel boos op de Boeddha Kassapa.
Sorry, niet op de Boeddha Kassapan, op de CT. Dus de CT die had gewoon maar een opmerking geplaatst. Maar hij werd heel boos op de CT omdat hij dat zei. En dus vervolgens ging hij, zodra hij de kans had, heel geniepig stak hij het land van de CT in brand. Deze CT had namelijk een heleboel land in bezit. En dat stak hij, het ene veld naar het andere veld, stak hij in brand. Waardoor deze CT heel veel verlies maakte. En vervolgens, toen de CT zich daar niet zoveel van aantrok, ging hij vervolgens ook nog het vee van de CT, dus alle koeien en de runderen die hij in bezit had, ging hij ook nog eens allemaal verwonden. En misschien zelfs doden. En daardoor werd de CT, leidde hij nog meer verlies. Daardoor leed hij dus nog meer onder. Maar vervolgens trok hij daar zich eigenlijk nog steeds niets van aan. Want hij was iemand die altijd heel positief was en die gewoon graag goede dingen deed. En dat is wie hij was. Nou, toen dacht de rover, die werd alleen maar bozer omdat hij niks kon doen wat de CT ongelukkig maakte. En dus ging de rover, die dacht, nou weet je wat ik doe? Ik ga gewoon de huizen, alle huizen van deze CT in de fik zetten. En dat deed hij. Hij voegde de daad bij het woord. En vervolgens gingen alle huizen van de CT in brand. Maar de CT die trok zich er helemaal niks van aan. En die bouwde gewoon weer wat nieuwe huizen. Toen werd de rover nog bozer. Toen dacht hij, wacht eens even, misschien kan ik deze CT op een zwakke plek raken waar die gevoelig is. Want hij geeft niet zoveel om zijn bezit. Maar misschien geeft hij wel wat om de Boeddha. En dus ging hij naar de hut van de Boeddha. En toen de Boeddha 's ochtends wegliep uit zijn hut, was vertrokken. Toen stak hij de hut van de Boeddha in fik, in brand. Toen dacht hij, haha, nu heb ik de CT helemaal verdrietig gemaakt. En de hele hut van de Boeddha die ging in lichte laaien op. Maar de CT was helemaal niet verdrietig. Hij was juist heel blij. En daar begreep de rover helemaal niets van. En hij was een beetje verward. En toen zei de CT, die kondigde een feest aan. En die zei, die en dag, dan gaan we samen weer feesten. En toen was iedereen heel verbaasd. Oh, is weer een bijzonder iets. En uiteindelijk, na een maand of zo, of na een paar maanden, was het feest aangebroken. En wat bleek nu? De CT had een nieuwe hut voor de Boeddha gebouwd. En hij was zo blij dat hij in de gelegenheid was om een nieuwe hut te bouwen voor de Boeddha, waarin hij de Boeddha kon ontvangen. En dus was hij heel blij en had hij zich helemaal niks aangetrokken van het feit dat de oude hut in de fik was gegaan. Toen was de rover natuurlijk heel boos. Toen dacht hij, ach, ik kan helemaal niks doen wat die CT boos maakt. Weet je wat ik doe? Om het eens en voor altijd van die CT af te zijn, ga ik gewoon een mes in zijn ribben steken. En toen de hele menigte aan het feesten was, omdat er een nieuwe hut was gebouwd door de CT, ging de rover stiekem in de menigte met een mes verscholen, ging hij stap voor stap naar de CT toe, in de menigte verscholen met een mes. Maar op dat moment, net vlak voordat hij de CT had bereikt, ging de CT, die zei ineens, ik heb een speech, wees allemaal even stil. Ik denk dat ze in die tijd niet op een glas tikte zoals we dat tegenwoordig doen. Maar hij zei wel, ik geef even een speech. Ik heb een speech, ik wil iets vertellen. En hij ging misschien wel op een grote doos staan of zo. En toen ging hij een speech geven. En toen zei hij, vandaag moet ik zeggen, ik heb heel veel mensen aan wie ik mijn dank wil betuigen. Heel veel mensen voor wie ik mijn dank wil uitspreken. Maar die persoon die ik met name heel erg wil bedanken is de man die de vorige hut van de Boeddha in de fik heeft gestoken.
Want die man die heeft me de gelegenheid gegeven om weer een nieuwe hut te bouwen. Dus ik wil deze man echt vanuit het diepst van mijn hart bedanken voor deze gelegenheid. En toen, net op het moment dat de rover de settee wilde neersteken, kon hij eigenlijk het niet over zijn hart krijgen. En hij dacht, goh, na al deze dingen gedaan te hebben, bedankte settee me ook nog eens. Toen dacht hij, ik heb allemaal foute dingen gedaan. En hij begon zich ineens heel bedroefd en voelde een groot berouw. Heel veel spijt wat hij had gedaan. En vervolgens ging hij naar de settee toe en bood hij zijn excuses aan en vroeg de settee om vergiffenis. En dit is wat hij deed. En de settee die gaf natuurlijk, vergaf hij hem onmiddellijk. En iedereen in de hele stad was heel blij met de nieuwe hut. En met de rover die van gedachten veranderde. Dus zo, dit is een verhaal wat aantoont dat positief denken en positief naar de dingen kijken ons een heleboel kan helpen. En dat we, zolang we maar blijven geloven in de kracht van goede daden doen, ook al lijkt het soms alsof er heel veel tegenslag is, dat we, als we maar doorzetten, dat op een gegeven moment onze goede daden ons uiteindelijk gaan helpen. En dat ons leven een stuk lichter en makkelijker wordt. En dat we zelfs de onmogelijke mensen om ons heen, die ons niet veel goeds in ons kunnen zien, dat we die uiteindelijk kunnen overtuigen door gewoon een goed leven aan de dag te leggen. Dat is het verhaal wat ik wilde vertellen. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Heb je